Historisch hoge inflatie, exploderende energieprijzen en hoge schulden. De economie zit na twee jaar coronacrisis in uiterst roerig vaarwater. Hoe komen we daar weer uit? En gaat die inflatie ooit weer omlaag? Hier aan tafel om daarover te spreken: VVD-prominent Hans Hogevorst, oud-minister van Financiën en oud-voorzitter van de AVM en nog heel veel andere financiële uh, functies. Um, ja, we, ik, ik, we gaan uitgebreid praten over de inflatie en wat daar eventueel aan gedaan moet worden. Maar ik wou toch even terug naar het begin van deze uitzending. We hadden het over Rusland. Um, hoe bedreigend is de situatie in Rusland voor de financiële stabiliteit in Nederland? Nou, kijk, de financiële markten zijn al uh, erg nerveus, want eigenlijk staan de aandelen veel te hoog, bijvoorbeeld. Uh, Mede als gevolg van het zeer extreme monetaire beleid. Ja. Uh, daar gaan we zo is. uitgebreid ja. over praten. ja. Um, en uh, men ziet nu inflatie ontstaan. Hmm. Men ziet de dreiging van uh, verhoging van uh, de rente. Uh, dus daar zijn de markten al heel erg nerveus over. Als dan ook nog een oorlogsdreiging erbij komt, ja. dan wordt dat natuurlijk wel een, een explosief mengsel. Ja, is dat zorgelijk? Ja, nou ja, kijk, aan zo'n oorlog kun je natuurlijk, uh, oh, he, zeker als Nederland, uh, heel, heel weinig uh, doen. Maar ik maak me in den brede heel erg uh, grote zorgen over die financiële markten, omdat die al jarenlang zo worden beïnvloed door beleid wat ik uh, veel te extreem acht. Ja, um, ik wil toch nog heel even, want... We hebben het over Rusland, maar wat daarmee samenhangt zijn dus die stijgende gasrekeningen, hè? Ja. dus uh, ook stijgende energieprijzen. Dit jaar zei het CBS uh, eerder deze week 86% erbij. Ja, dat is natuurlijk enorm en dat raakt de mensen diep in de, in de portemonnee. En ja, dan kan je natuurlijk afvragen waar komt die inflatie nou vandaan? Ja. En daar kan je allemaal hele ingewikkelde theorieën over houden, maar in feite is het tamelijk simpel. Door die COVID-pandemie, waar we net ook weer over hebben gesproken, is natuurlijk een enorme economische schade aangericht in de wereldeconomie. En dat hebben we geprobeerd uh, te stimuleren, te compenseren, doordat uh, de centrale banken ontzettend uh, veel geld hebben gedrukt, staatsgoed hebben opgekocht, de rente naar extreme laagtes hebben uh, gebracht. En wat je dan ziet is dat dus steeds meer geld op jacht gaat naar schaarse goederen. Hmm. Uh, en dan zie je natuurlijk, ja, dan moet je niet verbaasd zijn dat de einduitkomst is dat je inflatie krijgt. Ja, um, ja u, u, u schrijft eigenlijk de woede van u af deze week hè, in een stuk van Els uh, 4 Weekblad. U zegt, het is de schuld van de ECB dat die inflatie nu zo hoog is. Wat hadden de, hadden de markten dan moeten doen? Hadden ze niks moeten doen en ons in potentieel extreme recessie moeten storten? Was dat beter geweest, nee, vindt u? Nee, kijk, ik heb ook eerder in een ander stuk geschreven. Natuurlijk moesten bij die uitbraak van die pandemie. moesten de regeringen wat doen. En moesten ook centrale banken wat doen. Maar het feit is dat dit al zo lang doorgaat. Hm. Dit is niet van vandaag of gisteren. Dit is al jarenlang aan de gang. Het is stapeling op stapeling. En je ziet dat de schuldenlast in de wereld. als gevolg van die lage rente. Steeds verder oploopt. Nou, de schulden zijn veel hoger, maar de, de last schuld... is voor ons nog. Is, vindt u die ook hoger? De rente staat nog. Nou, die, ja, die rente is nog laag, maar nu hebben we inflatie. We zitten nu. Hè, dit is dus 10, 15 jaar lang goed gegaan. Hmm. Maar nu moet de rekening worden betaald. Nu gaat de inflatie omhoog. Nu zal uiteindelijk ook de rente omhoog moeten, al zal de ECB daar zo lang mogelijk mee wachten. Nou ja, daarover, daar daarover, kunnen we het over hebben. Daar gaan we het over ja. hebben, want u schrijft ook in uw artikel: hè, u vindt dat politici en centraal bankiers zich veel duidelijker moeten uitspreken tegen dit beleid. Uh, nu was Klaas Knot hier twee weken ja. geleden en toen zei hij het volgende: laten we heel even kijken. We hebben onze voet op dit moment nog op het gaspedaal, dat is ons aankoopprogramma van obligaties. Dat Moeten wij nu zo snel mogelijk beëindigen? Want dat is alleen maar olie op het vuur. Eigenlijk zegt hij, wat u ook zegt, u ja. moet zo snel mogelijk beëindigen en olie op het vuur. Dus dan is hij het toch helemaal met u eens. Ja, behalve dan dat die ECB die gaat nog tot eind dit jaar wachten om een keertje de rente uh, te verhogen. En zelfs dat hebben ze nog niet aangekondigd. Maar dat, dat is het vroegste moment dat het zal gebeuren, het laatste kwartaal van dit jaar. En dan is die rente nog steeds negatief. Terwijl we nu te maken hebben met 6,5% 7,5%. Meneer Knot zegt hier, ja, maar we moeten eerst het een afbouwen voordat we het ander Waarom? Hè, eerst Kijk, onze voet van het gaspedaal voordat we ja, de rempedaal kunnen Ja, maar als je auto rijdt, dan haal je je voet van het gaspedaal en dan ga je meteen remmen. En waarom zou dat niet anders? Dus het wat... moet veel sneller, vind ik. Het kan veel sneller. Ik vind eerlijk gezegd, als je nu zo'n grote inflatie hebt, je weet dat monetair beleid altijd met vertraging werkt. Uh, dan moet je veel sneller optreden. Andere centrale banken treden ook veel sneller op. En ik vind het echt ernstig plichtsverzuim van de ECB dat men dat niet doet. U vreest EC... niet voor grote financiële schokken op het moment dat ze heel snel gaan handelen? Uh, nee, want de, de, de problemen zijn zo groot. We moeten wat doen. En uh, ja, kijk, het probleem met de ECB is natuurlijk ook dat de ECB wordt beheerst door. Landen die allemaal enorme schulden hebben. Mm. Italië, 155% bbp. Dat is nog nooit vertoond. Uh, Frankrijk, 115% bbp. Nederland zit nog uh, rond de. Uh, Nederland rond de heeft de 60. dan weer wel de hoogste hypotheek. Ja, oké. Okay, maar die landen komen natuurlijk allemaal in de problemen met hun overheidsfinanciën. op het moment dat de rente omhoog gaat. Mm. Dus die hebben allemaal een enorm belang bij uh, een zo laag mogelijke rente. Die vinden misschien ook inflatie nog niet zo erg, want dat doet die de reële waarde van die schuldenberg wat afnemen, maar intussen betaalt de gewone burger natuurlijk wel de rekening. Ja, hoe dan? Want wat is nou het groot... door die door, door die hoge inflatie? Ja. En daar zegt nou, kijk, de ECB had eerst nog het verhaal, nou dat, dat is allemaal tijdelijk, het komt door die pandemie, dat lost zichzelf wel op. Nu is het verhaal al, ja, dat gaat toch wel twee jaar duren, maar we moeten niet te snel optreden, want dan uh, gaan we de conjunctuur negatief be beïnvloeden. Dat heeft mevrouw Lagarde uh, net gezegd. Dat is helemaal haar politieke opdracht niet. Zij heeft maar één opdracht en dat is de inflatie lager te houden. En daarom zeg ik dat ze het feit dat ze daar nu niet tegen optreedt, dat vind ik een ernstig plichtsverzuim. Ja. Heeft u dit ook tegen Mark Lutte gezegd? Uw partijgenoot? Ik heb Mark Rutte al. Uh, die maak ik al jaren deelgenoot van mijn zorgen. Mm -hmm. ik denk dat hij die luistert hij een beetje? Nou, kijk, zo vaak zie ik hem niet. en Ik denk dat hij uh, goed naar me luistert. Maar hij heeft natuurlijk heel veel akkefietjes die hij moet uh, oplossen. Ik denk wel dat nu ook de Nederlandse politiek. Geconfronteerd wordt met de gevolgen van dit beleid, namelijk die hoge inflatie, dat dit uh, ja, een enorm groot politiek thema gaat worden? Nou ja, we hebben het nu over de ECB, maar we zitten ook uh, met een huidig kabinet dat ook ontzettend veel geld uitgeeft. Het CPB berekent bijvoorbeeld dat de staatsschuld na deze regeringsperiode kan oplopen tot 92 procent in 2060. Uh, u, u bent fan van begrotingsdiscipline, ja. maar uw eigen partij lijkt dat toch ook al te hebben losgelaten. Ja, nou, dat heeft me ook diep bedroefd. Ja, wat, wat en heeft u ik, vind dat, gedaan? ik vind dat dus ook, um, ook een, enorm onverstandig. Uh, en dit loopt ook, denk ik, eigenlijk vanaf het begin zal dat behoorlijk spaak lopen. omdat die rente toch omhoog zal gaan. Dit, het beleid is allemaal gebaseerd op de gedachte: geld lenen is gratis en blijft gratis. Dat zal veranderen. Dus er komen. Denk ik grote uh, tegenvallers uh, aan. Maar uh, ja, het feit dat uh, men gekozen heeft voor zo'n enorme uitgave-expansie en een groot deel daarvan in schulden naar voren schuift, dat. Ja, dat, uh, dat... Dat vind ik niet erg herkenbaar. Nee. Ja, u, u roept het al jaren. Hè? Uh, u bent heel consistent in uw boodschap. Want ja. u roept eigenlijk al jaren. Die hoge schulden vormen een groot gevaar voor de financiële stabiliteit. En dan zegt u deze week. Um, in in Elsvier, weekblad dus. Als er in Europa. Uh, en misschien ook wel in ons eigen land. niet meer aan begrotingsdiscipline wordt gedaan. moeten we bespreken of we uit euro moeten. Is dit ja, een soort wanhoopskreet? Of meent u dat? Eigenlijk wel. Een wanhoopskreet? Uh, uh, kijk. Mijn zorg is dat wij zo geïsoleerd staan in, uh, in de eurozone, want wij zijn dus een van de weinige landen die de zaken goed op orde uh, hebben, nog steeds. Uh, dat we uh, heel moeilijk voor elkaar kunnen krijgen om dat beleid in de ECB uh, te, te veranderen. Uh, en dan denk ik, dat hef, dan hebben we eigenlijk maar één troefkaart en die zou ik het liefste niet... Gebruiken. en alleen in allerlaatste instantie, als al het andere heeft ge, uh, mm -hmm. gefaald... en dat is eventueel uit de euro te stappen. Maar we zijn nog niet met het eerste begonnen. Ik heb nog, nog geen uh, Nederlands bewindspersoon in het openbaar horen zeggen... wij zijn het oneens met het beleid van de ECB. Minister Hoekstra in de vorige kabinetsperiode heeft altijd gezegd... Nou, daar ga ik niet over, dat is onafhankelijkheid van de ECB. Intussen... Zit de ECB midden in het begrotingsbeleid door al die schulden op te kopen? Hm. We kunnen ons niet langer veroorloven niets te zeggen. De Nederlandse politiek moet, uh, moet opstaan en die moet duidelijk maken, dit gaat helemaal spaar. Maar de vorige keer dat uh, de Nederlandse politiek onder leiding van uh, Wopke Hoekstra in Europa uh, zich nou ja, meer havikachtig ja. opstelde, heeft het de machtspositie van Nederland binnen Europa niet versterkt. Ja, eerder om, ik denk dat we ons toen toch te veel hebben laten intimideren. Wat ik me, het is zeer intimiderend als je heel Europa tegenover je hebt. En ik benijd hem niet. Uh, maar uiteindelijk wat daar uitgerold is, is geen goed akkoord uh, uh, geweest uh, uh, voor Nederland. Uh, het belangrijkste zou zijn als we toch een soort nieuw bondgenootschap met Duitsland zouden. Kunnen vormen. Want die hebben niet de, zin, die heb, die de hebben neiging ons, hadden om ons te Nee, doen. die hebben ons in de afgelopen jaren echt in de steek gelaten. Dat ja. is een grote tegenvaller voor Nederland geweest. Maar ook daar maakt men zich natuurlijk wel echt zorgen over de inflatie. Dus het zou wel kunnen dat men daar ook de bakens wil verzetten. Ja, u zegt in een uiterste geval. Hè? In een uiterste geval ja. moeten we onder ogen zien als uiterste remedie. Ja. misschien wel uit de eurozone. Ja, ja. En dan? Ik hoop dat dat nooit zover komt. Nee, maar en dan? Nou ja, dan, moet je, dan zou je de gulden weer kunnen invoeren. En dan hoef je in ieder geval... Kijk, er zijn uh, genoeg landen in Europa die, dat, die nooit in die euro zijn gestapt. Denemarken, ja. Zweden, die lijken maar heel... Maar zijn er wel in gestapt. Ja, dus. ja, maar die landen hebben dat niet gedaan. Dat zijn ook kleine landen en die doen het uitstekend ja. zonder de euro. Dus het is, is niet nog, alsof, alsof je niet door kunt gaan. Nee, maar er is hier natuurlijk ook wel onderzoek naar gedaan. Ja. Uh, onder meer door Lex Hoogtuin, hoogleraar. Uh, ja, dat stelt het ene voordeel van soevereiniteit... Wegt eigenlijk niet op tegen alle nadelen. Dus dat, is, dat weet u ook, want u bent ja. financieel onderlegd. Dus meer kosten, minder ene, en, uh, Die zeggen eigenlijk: van, ja, we zijn soevereiner, maar ook armer. Nou, dat weet ik niet. Want het eerste, een, een eerste effect zou kunnen zijn dat de koers van de gulden zou gaan stijgen. Want de euro is eigenlijk te laag, voor, uh, te, te zwak voor Nederland. Ja. Als, de, als je wisselkoers stijgt. Dan leidt dat meteen tot goedkopere importen. Dus dat is ook weer een welvaartswinst. Maar kijk, daar wil ik allemaal niet op vooruit lopen. Oh ja, het, het is wel belangrijk het, als je het is, een, een uiterste. Ja, ja het, het, nou, het, het zou zeker niet makkelijk zijn, maar het is te doen. En er zijn kleine landen die daar wel bij varen. Zijn er meer mensen in uw partij die er zo over denken? Uh, ik denk dat men er nog niet aan toe is, aan die gedachten. Maar ik heb doelbewust die steen in de vijver uh, gegooid, omdat mijn zorgen enorm zijn. Hm. En, als je in Europa gaat onderhandelen en je bent niet bereid om in ieder geval zo'n troefkaart in je zak te hebben, mm -hmm. dan uh, ben je hopeloos verloren. Ja. Um, hebben we dan, als we uit die euro zijn, ook geen last meer van inflatie? Dat gaat niet meteen voorbij. Het zou, nee. uh, maar je hoeft niet meer mee te doen aan dat vreselijke opkopen van al die staatsschuld. Je hoeft ook niet meer mee te doen aan negatieve rentes. Dat doet Zweden ook eh, niet. Dat doet Groot-Brittannië ook niet. Het zijn allemaal van die hele schadelijke economische eh, beleidspunten, waar je dan niet meer aan eh, hoeft eh, mee te doen. Maar nogmaals, het zou sterk mijn voorkeur hebben als we erin slagen om de bakers te verzetten in Europa. Dat we gewoon in de euro kunnen blijven, maar dan in een gezonde euro. Wij zijn in de euro gestapt in de verwachting dat het een D-mark zou worden. Een harde munt. Net als een gulden. We zitten nu in een muntunie die wordt gedomineerd door schuldenlanden en waar het gevaar groot is dat we een soort Franse frank krijgen in plaats van uh, de D-mark. En dat moeten we zien te voorkomen. Ja, u hoopte dat uh, met een toetreding tot de euro uh, de zuidelijke lidstaten misschien wat meer op de noordelijke gingen lijken. Als ik u zo ja. hoor, is het eerder andersom. Het anders is omgekeerd. Dan? Ja. En uh, die hoge schulden, hè? want daar is het u ja. eigenlijk allemaal om te doen. Ja. Is dat omdat u vreest voor een nieuwe? Financiële crisis? Nou kijk, waarom is, men, waarom is de ECB nou zo voorzichtig met het verhogen van rente? Men is bang dat dan. In een land als Italië is de facto insolvent. Is, is, is bankroet, want het heeft een enorme schuld. Bij een normale rente zouden ze dat niet meer op kunnen brengen. En daarom is het dus ook zo van belang dat er in Italië wat gebeurt. Er wordt niks van ze geëist. Ze krijgen 200 miljard van uh, het Europese herstelfonds. Als ik in Italië, uh, nu in Nederland, moet ik tot eind dit jaar wachten tot ik mijn AW krijg voor het eerst. Prima. In, in Italië zou ik al drie jaar uh, pensioen genieten. Want hmm. de, pensioen uit, de pensioenleeftijd in Italië ligt veel lager dan in Nederland. Ook in Frankrijk, idem dito. Pensioenhervormingen, politiek onmogelijk in die landen. Hmm. Waarom vragen we dat niet van die maar landen? Uw, uw recept van hervormingen en bezuinigingen, is dat nog realistisch op het moment dat de staatsschuld van een land als Italië zo ontzettend hoog is? Nou, het helpt wel. Het helpt, zegt het. Ja, kijk, Italië dat geeft nu 15 procent van zijn economie uit aan pensioenen. Dus om mensen niets te laten doen. Hm. Als je daar een flinke hap uit zou kunnen nemen... en mensen gaan daar later met pensioen, net als in Nederland... zou dat in ieder geval heel veel vertrouwen aan de financiële markt te geven... dat Italië zijn eigen broek kan opbouwen. Ja. Maar nu, verwacht... nu, nu, nu wordt dat allemaal door de ECB gefinancierd. Ja. Wanneer verwacht u dat dit misgaat? Oh, dat weet ik. Het heeft mij eerlijk gezegd... Hoe lang het geduurd heeft voor die inflatie eindelijk optreedt. Uh, maar ik denk dat. Uh, we hebben het begonnen over de nerveusiteit in de financiële markten. Ik denk dat die financiële markten nu ook echt nerveus beginnen te worden. Als die uh, centrale banken echt menens is met inflatiebestrijding, wat staat ons dan te wachten? Want er drijft zoveel schuld rond in de wereld. Uh, kunnen we dan niet grootscheepsbankrouten uh, verwachten? Verwachten, ja. ja. We gaan het volgen, vrees okay. ik. Ja, dank u wel. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet je dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten, kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.